graag even mee te nemen wat betreft stage. Het gaat namelijk hartstikke goed op stage. Ik loop nu eigenlijk 3 weken. Want mijn vakantieweek mag ik eigenlijk niet meerekenen. Maar ik loop nu 3 weken stage, dus het gaat op zich hartstikke goed. Ik voel me best wel op mijn plekje. Ik begin de bewoners een beetje te kennen. En een beetje te weten wat wie wat doet. En dat is allemaal heel erg fijn. Kijk, ik ga niet in details, want dat mag niet. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om jullie even te melden hoe het gaat. Het gaat dus echt hartstikke goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga de camera iets hoger zetten, want dit schiet niet op zo. Dit is iets beter. Het gaat dus eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het leuk. Ik ga met heel veel plezier erheen. Ik kom met heel veel plezier aan verhalen thuis. Verhalen, gewoon hoe het gegaan is die dag. Alleen, er zijn een paar dingen die mij best wel bezighouden. En dat is echt, ik bedoel, hier bezighouden op stage. Echt wel in mijn mind. Dat is allereerst het feit dat ik mijn tweede jaar stage extra overdoe. Ik weet niet waarom dat is, maar dat blijft best wel in mijn hoofd zitten. Ik heb natuurlijk mijn eerste stage niet verkloot, maar door lichamelijke problemen kon ik die niet afmaken. Ben ik alleen voor mijn stage teruggeplaatst. En ik weet niet wat het is, maar ik merk heel erg dat ik daar zo op terugkijk. Heel erg. Het is niet leuk dat ik daar zo op terugkijk, maar dat remt mij voor mijn gevoel heel erg in deze stage. Ik ben natuurlijk de afgelopen stagetijd niet heel erg lekker gelopen. Ik heb veel stress gehad en veel problemen omdat de begeleiding voor mij gewoon niet goed was. En ik had het daar gewoon niet naar mijn zin. Ik voelde me heel erg gekleineerd. Ik kreeg daar een heel minderwaardigheidsgevoel. En dat heb ik hier niet. En dat vind ik toch wel lastig, ondanks dat ik het hier totaal niet heb, om die knop een soort van om te moeten zetten. Daarnaast heb ik hele goede begeleiding, maar vind ik het zelf heel erg moeilijk om mezelf open te stellen. Ik vind het heel erg lastig om mezelf, en daar ben ik heel eerlijk in, dat is misschien raar. Nu krijg ik het best wel moeilijk, ik krijg nu ook tranen in mijn ogen. Ik vind dat best heel erg lastig. Maar ik heb een heel erg minderwaardigheidsgevoel voor mezelf. Ik geef mezelf totaal geen zelfvertrouwen van, joh, je kan dit. En ik had nog zo gedacht dit niet te gaan doen, maar goed. Dat is gewoon heel erg lastig voor mij. Ik weet dat ik het kan en ik kan het ook echt wel. En nu zit er ook iets in mijn oog. Oh jee. Ik weet dat ik het kan. Godsamme. Jeetje jongens. Ik ga gewoon door. Ik weet dat ik het kan en ik weet ook dat het me gaat lukken. En hè, dat ik dingetjes gewoon kan, zoals handelingen. Maar ik heb heel erg, dit is nooit bewezen en ik heb het ook nooit echt uitgezocht. Maar ik heb het idee dat ik heel erg last heb van faalangst. Ik ben heel erg bang om dingen fout te doen. En dat remt mij heel erg. Natuurlijk is het de uitdaging om dat deze stage los te laten. En gewoon vertrouwen in mezelf te krijgen van, joh, ik kan dit. En ik kan het ook echt wel. Dat zien hun ook en dat zeggen hun op mijn stage ook van, joh, kind, je kan dit gewoon. Maar ergens ben ik heel erg nerveus en heel erg, heb ik heel weinig zelfvertrouwen dat ik het kan. Ik vind het, ik word heel nerveus als er iemand qua begeleiding bij mij in de buurt is. Als ik alleen 1-op-1 met een bewoner ben of iets aan het doen ben, gaat het hartstikke goed. Maar zodra er een vaste verzorgende of mijn stagebegeleider bijvoorbeeld bij is of bij komt, dan word ik heel erg nerveus. Dan word ik heel erg bang van, oh jee, nou gaat het fout en dan ga ik op mijn kop krijgen omdat ik iets fout doe. En ik denk dat dat echt is uit die voorervaring die ik op stage heb gehad. Ik heb dit altijd wel gehad, maar nooit zo heel extreem. En dat merk ik hier wel. En ik hou het daar gewoon nog steeds wel lastig mee. Het gaat echt heel erg goed. Ik vind het heel erg gezellig. En wat ik net al zei, ik ken de mensen nu een beetje. Hun vinden dat het hartstikke goed gaat. Maar bijvoorbeeld als voorbeeld, ik ben ook heel erg chaotisch en daardoor wil ik wel eens dingen vergeten of om dingen heen kijken of
dingen gewoon totaal niet communiceren of anders communiceren. En die fout heb ik nu dus ook gemaakt. Ik heb namelijk mijn examen gepland over een paar weken. Maar die heb ik dus ik dacht dat ik hem goed had gepland met mijn stagebegeleidster. Maar die heb ik dus op de dag gepland dat zij dus vrij was en ik mijn extra dag had ingelast. Waardoor ik eigenlijk, ja, een probleem had. Want ik dacht, wacht even, ze is er dan niet. Dus ik heb dat zonder overleg. En dat was natuurlijk gewoon super dom. Had ik niet moeten doen. En ik zie mijn fout ook gewoon in. Ik heb dat geluid proberen recht te draaien. En mijn excuses ervoor aangeboden. En gezegd dat het niet meer zou gebeuren. Maar, ja, die heb ik dus verschoven naar 2 dagen later. Zonder het aan mijn stagebegeleider door te geven. Dus ik kwam daar vanmiddag mee. Met een appje van, joh Kim, ik zie dat het verschoven is. Klopt dat? En toen meldde ik van ja, ik ben het afgelopen maandag door alle drukte en gedoe ben ik het vergeten. Ik heb er gelijk uitgelegd wat de reden was dat ik het heb verschoven. Dus ze stuurde me ook een appje. Ik zou het fijn vinden als dit voortaan, als je dit voortaan eens met mij bespreekt. Wat ik snap, want het is natuurlijk ook deels haar ding, weet je. Zij moet mij aftoetsen, zonder haar kan ik het niet. Dus. Zij zegt zelf dat ook van joh, weet je, het is prima dat je het verschrijft, maar meld het even. Want voor hetzelfde geld heeft ze een bespreking en dan kan ze me niet eens aftoetsen. Dus ja, weet je, ik ben blij dat ze het ziet en anders had ik het voor die tijd echt wel aan haar doorgegeven. Maar het is gewoon eventjes allemaal langs me heen gegaan. Want ik ben de laatste tijd heel hectisch en heel veel dingen wil ik tegelijk doen. En ik weet niet, ik merk dat ik. Naar mijn eigen gewoon een beetje qua stage een beetje in de knoop zit. Omdat dat ook dat dingetje zelfvertrouwen heel erg mee gaat spelen nu. Je gaat natuurlijk nu, ik heb de eerste paar weken gehad, je gaat nu natuurlijk echte dingen doen. Je gaat opdrachten maken, je gaat handelingen uitvoeren. En dat houdt mij heel erg tegen. Dus ik vertelde haar vervolgens, ik ga het niet helemaal vertellen, dat is gewoon iets tussen mij en mijn stagebegeleidster. Maar ik heb haar ook verteld, ik zeg goed communiceren is een aandachtspuntje. Dat bij mij heel erg aan gewerkt moet worden. En niet zo chaotisch werken. En toen zei zij, het valt reuze mee met het chaotisch werken. Communiceren daarentegen is wel een aandachtspuntje. En dat is waar, ik communiceer wel. Maar ik communiceer niet duidelijk. En dat is wel een dingetje waar ik echt aan moet gaan werken. Dat is ook thuis. Thuis communiceer ik ook nooit duidelijk. En dat moet ik wel gaan doen natuurlijk. Want ja, weet je, als ik straks een verzorgende ben, dan moet ik ook duidelijk communiceren. Want dan ben je hoofd van de afdeling en dan kan je niet zeggen van ja, maar ik heb het gezegd. Dus ja. Oh, jongens. Ik zit even in de knoop. Maar goed, ik ben blij dat ik die puntjes inzie. En ik ben blij. Misschien raar van joh, wat je maar afspreek je dat hier uit. Ik wil dat jullie weten dat het niet alleen maar roze dingen zijn die ik doe en die ik film. En weet je, het zijn ook echt wel dieptepunten. Niet alleen lichamelijk, maar ook hier. Want het zit echt allemaal hier. Ik kan het. Ik weet dat ik het kan. Sorry, ik had een hik. Ik kan het, ik weet dat ik het kan. En ook de anderen vinden dat ik het kan. Er werd net ook gezegd, niet zenuwachtig worden, dat is niet nodig. Dus ik zeg, oh, dat puntje zelfvertrouwen krijgen, dat is bij mij een groot probleem. We gaan naar een werken, eind van de 20 weken ga ik dit allemaal netjes kunnen. En daar gaan we gewoon voor. En ik las net, dat vond ik wel even een goed dingetje. De mensen met wie ik werk, mijn collega's, het zijn natuurlijk gewoon collega's, die vinden ook dat het goed gaat. En tuurlijk, je bent stagiaire, je leert dingen, je komt om te leren, je komt om ervaringen op te doen. En er zitten soms ook wel eens moeilijke puntjes bij om ervaringen op te doen of om te leren. Maar ja, het is toch wel altijd, het is een blijvende stage, dus je leert heel veel en je gaat ook heel veel dingen fout doen. En dat is goed, zolang er maar niemand dood doorgaat. Maar ja, het is allemaal gewoon heel erg vervelend en ik ga eraan werken, ik ga er extra hard op letten en hopelijk, ja, komt het hierdoor wel goed. Ik denk het wel, jongens.
Dus sowieso een ding dat ik me nu gewoon lekker op mijn plekje voel. En zolang ik dat voel en heb, dat gevoel heb, dan komt het echt wel goed. Ik kan met iedereen daar even goed werken. Ik moet alleen proberen een beetje mijn plekje neer te zetten. Ik ben Kim, ik durf en ik doe dit en dit en dit. En vooral dat durf, want dat heb ik nog niet zo heel erg. Ik merk voor mezelf dat ik heel erg snel in de veilige dingetjes wil gaan zitten. Oh, geef mij maar iemand die loopt, want er kan niet zoveel fout aan gaan. Doe mij maar iemand die ik moet begeleiden, dus die ik alleen moet vertellen wat hij moet doen, want er kan ook niet zo heel veel fout bij gaan. En vandaag, en ik weet niet of dat zo is, dat moet ik even eerlijk zeggen, ik kreeg vandaag twee wat moeilijkere mensen. Eén iemand die in een rolstoel zit, die met hulpmiddelen moet lopen. En één iemand die ook wel vrij, die is wat te doen, maar het is best wel iemand die ook wel echt hele goede hulp nodig heeft. En die moest ik vandaag doen. En ik heb het niet gezegd, maar ik heb zo'n vermoeden dat ze dat expres heeft laten doen. Van, joh Kim, hier, ga hier maar eens kijken. Ga dat maar eens proberen. En je kan dit gewoon, dus ga ze maar doen. En heel eerlijk gezegd, nu ik daar alleen stond, ging dat echt hartstikke goed. Het is echt heel erg goed gegaan. Ze heeft me totaal niet komen helpen. Ik heb niks gevraagd. En ik heb natuurlijk wel een beetje mijn tijd genomen, maar het is op zich echt wel goed gegaan. Ik heb er zeker geen half uur over gedaan, maar het ging echt heel erg goed en dat geeft me ook wel een beetje zelfvertrouwen. Dat ik denk van, wacht even, ik kan dit gewoon, dus waar doe ik nou zo moeilijk over? Hetzelfde met wondzorg. Ik moet binnenkort wonden gaan verzorgen. Maar dat triggert mij ook nog steeds heel erg. Ik ben heel erg bang dat ik dat fout ga doen. En natuurlijk is het normaal, want je leert het, je hebt het nog nooit gedaan. Maar ik vind het gewoon heel erg eng om dat te doen. Maar hopelijk komt het goed en ik weet dat ik dit kan, dus ik moet me er ook totaal niet druk op maken. Ik moet gewoon wat meer durven doen als de leiding erbij is, want ook dan klap ik heel erg dicht. Als ik met alleen maar met iemand, dan gaat het hartstikke goed, dan praat ik de oren van hun kop. En zodra ik met iemand verzorgende erbij ben, dan ben ik in één keer heel stil, heel rustig, durf ik niks te zeggen, durf ik niks te doen. En dat is wel echt een leerpuntje. Maar ja, ik vond het leuk om jullie dit even te melden. Het zijn moeilijke tijdjes, zeker nu. Ik zit er een beetje mee, zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, maar het komt allemaal wel weer goed. Het komt goed, ik hoef me niet druk te maken, ik hoef niet bang te zijn. Bij stagiaire. En dat moet ik gewoon altijd in mijn hoofd houden. En dat heb ik dus in mijn vorige stage niet gedaan. Dus hier ga ik het weer bijhalen. Ik ben leerling. En leerlingen maken fouten. Leerlingen doen soms wat langer over iets. Willen vaker herhaling op iets. Vragen heel veel. En dat ben ik ook. Dus waarvoor zou ik dat niet mogen? Ik mag het ook gewoon. Maar ik doe het niet. Omdat ik bang ben dat ik iemand tot last ben. Zie je? Jongens, ik moet hier gewoon mee ophouden. Ik moet gewoon positief gaan worden. En ik moet mezelf zelfvertrouwen gaan geven. Want anders dan komt het niet goed. Komt wel goed. Maar dan gaat het langer duren. Maar goed, oké. Ik wil jullie dit graag even melden. Een wat andere video dan normaal. I know. Het is waarschijnlijk een hele lange video. Maar dat mag de pret niet drukken, toch? Bedankt jullie voor het kijken. Ik ga zo lekker weer wat drinken en avondeten, want ik heb best een hele droge keel. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En ik ga ook zeker, als je het leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Of laat onder een reactie weten of je het leuk vindt. Maar ik wil wel elke maand een video gaan maken hoe het gaat op stage. Of er dingen veranderd zijn, of ik dingen geleerd heb. Ik heb nu een maandje achter de rug. En ik moet zeggen, ik voel me daar echt wel op mijn plek. En daar ben ik heel blij om. Bedankt jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe video. Doeg!